bij Vera D. Vandaag het bekkengebied. We kantelen nu ons bekken naar achteren, naar voren. Bekkenbodem komt op de stoel of op de bal. Naar achteren, bekkenbodem komt vooruit. En we blijven kantelen. Vandaag gaan we preventief werken tegen de verzakkingen van de blaas, de baarmoeder, vagina, de darmen. Tegen ongewild plassen en ontlasten. Blijf het bekken kantelen. Dat is een opwarming van ons bekken dat we gaan doen. Blijf nog even kantelen, nog een paar keer. Bekkenbodem is in feite de belangrijkste spier. Zorg dat de buikholte afgesloten wordt. Buikorganen niet naar buiten komen of verzakken. Op hun plaats blijven. Daar gaan we vandaag aan werken. Dus het bekkengebied. Eerste oefening. Ons bekken zijn opgewarmd. We gaan denkbeeldig de navel naar de ruggengraat trekken. Dus we hebben nu een dikke buik. Navel naar de ruggengraat. En los. Navel naar de ruggengraat. En los. Span de billen niet, de dijen niet, niks spant aan. Alleen de navel naar de ruggengraat. Navel naar de ruggengraat. En los. Navel naar de ruggengraat. En los. Vandaag de bekkengebied. Navel naar de ruggengraat. En los. We gaan de buikorganen beschermen. Navel naar de ruggengraat. En los. Nu gaan we navel naar de ruggengraat. En we gaan verder alles intrekken tot onder de ribben. En los. Navel naar de ruggengraat. En verder tot de ribben. Alles goed plat. En laten we een dikke buik. Terug dunne buik. Navel naar de ruggengraat. Verder omhoog trekken naar de ribben. En los. Dikke buik. Navel naar de ruggengraat. Verder omhoog trekken naar de ribben. En los. Rechte rug. Navel naar de ruggengraat. Recht omhoog en los. Navel naar de ruggengraat. Recht omhoog en los. Navel plakt aan de ruggengraat. Omhoog, verder omhoog en los. Navel naar de ruggengraat. Omhoog en los. Navel naar de ruggengraat. Omhoog en los. We gaan dus billen aanspannen. Binnen aanspannen, oeps, en los. Binnen aanspannen, en los. Binnen aanspannen, en los. Binnen aanspannen, en los. Vandaag het bekkengebied. Binnen aanspannen, en los. We gaan ervoor zorgen dat de buikorganen, blaas, baarmoeder, vagina, niet zakken. En op hun plaats blijven. En los. En billen aanspannen. En los. Billen aanspannen. En los. Nu gaan we 8 tellen billen aanspannen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En los. En billen aanspannen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. In en los. En aanspannen. 4, 3, 2, 1 en los. Nu gaan we de bekkenbodem aanspannen. De bekkenbodem, we gaan 1 tel vasthouden en loslaten. 1 tel vasthouden en loslaten. Maar de dijen mogen niet bewegen. De buik mag ook niet bewegen. Dus de buik trekken we niet in. Alles blijft goed dik. Een dikke buik en de billen. Spannen we niet aan, dus alleen de bekkenbodem. Ja, bekkenbodem, plas inhouden, windjes tegenhouden. Ja, plas inhouden, windjes tegenhouden en los. 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 Buik blijft niet aanspannen. Span de billen, buik en dijen niet aan. Alleen de bekkenbodem. Bekkenbodem gaat even omhoog en los. Bekkenbodem aanspannen en los.
Bekkenbodem aanspannen en los. Concentratie aan. En los. Concentratie aanspannen. Windjes tegenhouden, plas inhouden en los. Aanspannen. Windjes tegenhouden, plas inhouden en los. Aanspannen. Windjes tegenhouden, plas inhouden, los. Windjes tegenhouden, plas inhouden en los. Nu gaan we 3 tellen aanspannen. Niks beweegt. Buik beweegt niet, billen bewegen niet, dijen bewegen niet. 3 tellen aanspannen. Harder, harder, hardst. Ja. Aan, harder en nog harder en los. Aan, harder, harder en los. Bekkenbodem is de belangrijkste spier voor de buikorganen. Harder, harder en los. Nog een paar keer. Harder, harder, harder en los. Nog een paar keer. Harder, harder, harder en los. Harder, harder, harder en los. Denk aan uw buikorganen, dat is niet zakken en verzakken. Denk aan uw blaas. En los. Harder, harder, harder en los. Harder, harder, hardst en los. En nu gaan we 3 tellen op het hardst houden. 3 tellen op het hardst en vast. Vasthouden. 3, 2, 1 en los. En tel mee. 3, 2, 1 en los. Tel mee. 3, 2, 1 en los. Alleen de bekkenbodem aanspannen. Buik, dijen en billen die blijven los. Die worden niet aangespannen. Alleen de bekkenbodem aanspannen. En los. En aanspannen op het hardst. Plas inhouden, windjes tegenhouden en los. Plas inhouden en windjes tegenhouden. En los. Plas inhouden, windjes tegenhouden en los. Plas inhouden, windjes tegenhouden en los. Plas inhouden. En los. En 1, 2, 3 en los. En 3 op het hardste. En los. En 3, 2, 1 en los. En 3, 2, 1 en los. En nu gaan we 8 tellen de bekkenbodem. 8 tellen vasthouden, niet op het hardst. Gewoon lichtjes aanspannen. En 8 tellen, tel mee. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en 3 tellen los. 3, 2, 1 en los. Traag loslaten, niet plots. 8 tellen vasthouden, lichtjes vasthouden. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en 3 tellen los. En ontspannen. En terug omhoog trekken. Bekkenbodem omhoog trekken. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en tel mee. 3 tellen los. 3, 2, 1 en los. En 8 tellen omhoog. Omhoog die bekkenbodem. Omhoog. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en los. 3, 2, 1. Nog een keer, 2 keer en dan gaan we de volgende oefening. En 8, omhoog die bekken. 8. 7, 6, 5, meetellen, 4, 3, 2, 1 en los. En 3, 2, 1 en laatste maal bekkenbodem aanspannen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en los. 3 tellen, 3, 2, 1. Laatste oefening. Nu gaan we de bekkenbodem aanspannen terwijl dat we gaan bewegen. We gaan ons billen heffen van de stoel. En we spannen tegelijkertijd de bekkenbodem aan. Aanspannen, omhoog en aanspannen gelijktijdig en los. Omhoog aanspannen gelijktijdig en los. Omhoog aanspannen gelijktijdig en los. Omhoog aanspannen gelijktijdig en los. Terugzitten. Bekkenbodem is de belangrijkste spier tegen ongewild plassen, ontlasten en preventief tegen de verzakkingen van de buikorganen, de blaas, de darmen, vagina, de baarmoeder. En aanspannen, gelijktijdig aanspannen en los. Gelijktijdig aanspannen en los. Nog een paar keer. Integreert
ieder bekkenbodem of bekkenbodemoefeningen altijd in uw workouts. Doe dit dagelijks. Integreert de bekkenbodem in workouts die jij kiest, die jij zelf, ieder workout zou feitelijk gezien een bekkenbodem moeten hebben. En los. Nog een paar keer. En los. Even heffen van de stoel en bekkenbodem gelijktijdig aanspannen. En zo. Dit was het. Bedankt om mee te doen. We gaan nog een paar keren draaien met de bekken. Zo, dit was het. Dag!